en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben vandaag weer bij jullie terug met een nieuwe unboxing. Zoals je kunt zien aan alle pakketjes hierachter. Ik ben naar Spanje geweest, slechts 5 dagen. En in die 5 dagen of in die week zijn al deze pakketjes binnengekomen. Het zijn pakketjes die ik heb besteld, maar ook PR-pakketjes die ik heb gekregen. Dus het is een beetje een mix van beide. Dus ik dacht, ik ga al deze pakketjes samen met jullie unboxen hier op mijn kanaal. Want ik weet dat jullie dit soort video's altijd heel leuk vinden. Ik vind dit soort video's ook altijd heel leuk, zowel om te maken als om te bekijken. En van een aantal pakketjes weet ik ook gewoon echt niet wat erin zit. Dus ik ben echt super benieuwd naar wat voor producten ik weer allemaal heb gekregen. Ik ben heel enthousiast weer om deze video te maken, want het is al een tijdje dat ik zo'n pakketjes unboxing video heb gemaakt. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze pakketjes unboxing. Oké, ik zal eventjes beginnen met te vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb mijn fave nieuwe rode matte liquid lipstick op van MAC in samenwerking met Cruella. Sinds ik hem heb, is het echt mijn fave. Ik heb hem zo vaak opgedaan en hij is echt heel erg mooi. Dit topje heb ik gekocht bij de Primark in Spanje. Hij was in de sale. Hij was echt maar 4 euro of zo. Of 5 euro of zo. I don't know. Maar in ieder geval heel goedkoop. En ik vind hem echt super cute. Oké, jongens. Laten we gewoon snel beginnen. Ik denk dat ik ga beginnen met dit Sephora pakketje hier. Ik heb geshopt bij de Sephora in Spanje. En ik zal eventjes laten zien wat er allemaal in zit. Ik heb niet heel veel gehaald. Ik was in de Sephora in Alicante. En die Sephora is helaas niet zo heel groot. Maar ik ben gewoon op zoek gegaan naar alle merken die hier niet te koop zijn. En heb gewoon een aantal productjes gekocht. Het eerste wat ik heb gekocht is mijn Tarte Shape Tape Concealer. Die is ongeveer 2 weken voordat ik vertrok naar Spanje opgegaan. Dus deze heb ik weer opnieuw gekocht. Ik gebruik de kleur Light Medium Sand. Dan heb ik hier van Fenty hun nieuwe Ease Drop Blurring Skin Tint. Dit is een soort van foundation met een hele lichte dekking en een hele mooie glowy dewy effect. Dus dit leek mij echt ideaal voor deze zomerse dagen. Ik heb hem in de kleur 13. Dan heb ik hier van Huda Beauty Glowish hun nieuwe bronzer in de kleur 10 Light. Grappig verhaaltje, de ochtend dat ik naar Spanje zou vertrekken, was ik online, want deze Glowish line van Huda Beauty is nieuw en ze hebben zowel deze bronzer als ook zo'n soort van getinte lichte dagcreme-achtig iets. En ik wilde ze dus allebei bestellen. Deze bronzer wilde ik in medium en hij was uitverkocht, dus had ik hem niet besteld. Vervolgens bij de Sephora zag ik deze en toen zag ik dus dat medium echt best wel licht was. Dus godzijdank was hij uitverkocht, anders had ik nou een te lichte bronzer besteld. En nou heb ik de kleur 0310 Light. En ik hoop dat deze wel gewoon mooi gaat zijn. Ik heb alle producten obvious nog niet gebruikt. Ik denk dat ik gewoon straks aan het einde gewoon een aantal producten bij elkaar ga verzamelen. En dan gewoon 1 grote video ga maken met allemaal nieuwe make-up. Van Charlotte Tilbury heb ik hier de Flawless Filter. Dit is een soort van glowy gezichtsprimer. Dit merk is hier wel gewoon te koop. Maar ja, whatever. Ik heb hem gewoon alsnog gekocht. Deze heb ik in de kleur 4 medium. En het goedkoopste van alles, want dit waren allemaal dure producten, is dit gezichtspaletje van de Sephora collectie. En deze was slechts 10 euro. Deze leek mij wel cute. En dat was het. Dat was alles wat ik heb gekocht bij de Sephora. Maar ik ga sowieso deze producten testen in een video. Dus jullie gaan ze sowieso zien. En deze concealer gebruik ik echt al 2 jaar of zo. Is echt amazing. Dan ga ik verder met dit kleine pakketje. Ik denk dat dit een AliExpress pakketje is. Dat weet ik eigenlijk wel bijna zeker. Dus ook dit heb ik gewoon besteld. Oh, dit zijn allemaal van die soort plak-BH's. En dit is een booby tape. Dit is een soort van tape die je op je borsten kunt plakken. En dan worden ze zo geleefd. Dit zijn allemaal ideale dingen voor als je iets draagt met een open rug. Of een hele diepe V-hals of zo. Dit zijn echt zo van die plank BH's. Voor als je een open rug draagt. Dat je niet zo een BH-lijn ziet. Deze had ik besteld voor Spanje. Maar ze zijn nu pas binnengekomen helaas. Het is een beetje te laat. Maar ja, whatever. Next up is een pakketje van Mooi PR. En er staat op CTZN Cosmetics of zoiets. Geen idee wat dit is. Mooi PR is een PR-bureau met een heleboel merken. Dus ik weet nooit wat voor merk ze mij opsturen. Maar dit is een vrij onbekend merk voor mij. Oké, dit is het kaartje en dit is wat erin zit. Hi Sarah, maak kennis met het nieuwe merk CTZN. Deze nudes zijn speciaal voor jou geselecteerd. We hope you like it. Liefst Joostra. Oh, ik ben benieuwd. Nudes. Ik denk nude lipsticks of zo. Oeh, CTZN. Waar is dit te koop dan? Dat staat er niet bij. Hier staat ook een foto van alle nudes. Lipstick en lip gloss in de kleur Ibiza. En dit is in de kleur Deux. Ik denk een lippotloodje. Ja, een lip liner. Ik ga hem wel even openen hoor. Ik ben wel benieuwd. Het is dus een lipstick en een lip gloss. Oh, dat is leuk. Wow, ik vind het wel echt een mooie kleur jongens. Ja, kijk, hier is de lipstickkant.
En dan is hier de lipgloss kant. Echt heel leuk. Dit is echt wel een kleur die ik zou dragen, jongens. Even een beetje swatchen op mijn hand. Wow, hij voelt echt heel creamy aan. Het is een beetje een nude met een paarse-achtige ondertoon. Lijkt me wel mooi. Ik ga ook even het lippotloodje bekijken. Dit ziet er ook echt heel mooi uit. Ja, die matcht echt perfect met de nude. Heel erg leuk dit. Ik vind ook het concept heel leuk van een lipstick en een lipgloss in één. Dus deze ga ik zeker ook testen. Next up is dit pakketje van Douglas. Ook dit is een PR-pakketje. Heb ik niet besteld. En er staat dat ik hem mag openen vanaf 1 juni. Nou, het is nou onderhand al 9 juli. Dus ik mag hem al lang openen. En het is van Maria Malky Cosmetics. Ik hou van Maria Malky Cosmetics. Ze hebben echt de fijnste producten ever. En ze zijn vanaf nu te koop bij Douglas. Dus vandaar dat ik dit pakketje heb gekregen. Ik ben heel benieuwd wat erin zit. Oh jongens, het is hier zo warm. Woe! Lieve Sarah, we zijn zo trots dat Maria Malky Cosmetics vanaf juni bij Douglas online te koop is. Thanks for the support. Super, super leuk. Dit is dan hoe het eruit ziet van binnen. Ik heb deze prachtige wimpers gekregen in de stijl Mila. Ook deze hele supervolle fluffy wimpers heb ik gekregen. En deze iets meer naturel wimpers in de stijl Liana. Wel apart dat ze alle drie een andere verpakking hebben. Maar wel alle drie echt heel erg mooi. Ik vind de verpakkingen heel erg mooi. I love it. Dus dankjewel hiervoor. En gefeliciteerd Maria Malky dat je nou te koop bent bij Douglas. Dat is echt een big deal. Echt heel erg leuk. Next up is dit een pakketje van Chiquelle. Chiquelle is echt een van mijn fave webshops. En ik heb weer 4 kledingstukken mogen uitzoeken bij hun. En dit heb ik dus ook gekregen in PR. Ik heb ook een kortingscode op die website. Die komt nu in beeld en staat beneden in de beschrijving. En ik zal jullie eventjes laten zien wat ik allemaal van hun heb gekregen. Het zijn 4 kledingstukken. Ik ga beginnen met deze zwarte. Oh nee, niet zwart. Het is bruin. Aha. Ik heb deze bruine top besteld. Ideaal voor in de zomer. Ik hou altijd van bruin. Ik hou van zwart en bruin en nude en zo. Ik heb hem besteld in maat M. Normaal bestel ik dit soort dingen in maat S. Maar ik moet zeggen dat bij Chiquelle dingen altijd een klein beetje strakjes uitvallen. Een klein beetje klein uitvallen. Dus ik heb hem in maat M en die past altijd wel. Dus deze vind ik heel erg mooi. Heel mooi met een rok of een high-waist broek of zo. Oké, jongens, dit is dan het topje. Ik heb hem aan met een geel rokje. Ik vind hem echt super cute. Ik heb gewoon een strapless BH aan, maar hij is hier een beetje opgevouwen. Dus daarom heb je hier zo van die rare afdrukken. Maar het topje is echt heel simpel, maar wel echt heel leuk. Dit is de achterkant, gewoon heel simpel. Ik vind het er echt heel cute uitzien. Het is echt te combineren met van alles. Met echt een rokje, een jeans, een kort broekje, met whatever you want. Omdat het dus zo makkelijk is. De kleur vind ik ook echt heel mooi. Ze hadden nog een aantal andere kleuren, maar ik ben gewoon echt gegaan voor donkerbruin. Omdat ik dat gewoon altijd heel mooi vind staan met mijn huidskleur. Ik vind ook deze spaghetti bandjes heel leuk. Ze zijn echt extreem dun. Veel dunner dan een normaal spaghetti bandje. En dat vind ik ook echt heel erg leuk. Dus ja, I love it. Echt een heel leuk topje. Dan heb ik hier deze prachtige nude top. En hij is zo een beetje apart. Het is een shirt. Alleen één mouwtje hangt zo, zoals je kunt zien. Dus het is zo off-shoulder. En ik hou altijd van off-shoulder. Ik heb het nou ook aan. Ik vind het altijd super mooi als je zo een beetje schouder kunt zien en zo. Hij voelt ook zo lekker dik aan en zo. Dus deze ga ik zeker dragen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe die mij gaat staan. Jongens, wat is dit een aparte, maar leuke top. Kijk even hoe apart het is dat dit zo valt. Ik heb zoiets nog nooit gezien. Ik heb wel heel vaak gewoon off-shoulder dingen gezien. Maar niet dat het echt zo strak zit, zeg maar. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Dit zit hier gewoon echt heel erg strak. Het is een stukje touw. Die moet ik eraf knippen. Dat is hier wat je er doorheen ziet. Ik vind de kleur ook echt heel erg mooi. Het is geen bodysuit. Het is gewoon een normaal topje. Ik heb hem nou in mijn broek gedaan. Maar je kunt hem ook buiten je broek dragen. Maar ik vind het zo echt het mooiste. Ik vind het echt heel erg leuk. Het is echt heel apart, maar wel echt heel erg leuk. Ook weer gewoon te dragen met de broek die ik nou draag. Of ook gewoon met een rokje of whatever. Echt heel erg leuk. De kwaliteit is ook heel goed. Hij schijnt niet door of zo. Dit is de achterkant. Gewoon heel simpel ook. En dit is dan hoe die eruit ziet als je hem gewoon normaal draagt. Maar ik draag mijn truien echt nooit normaal. Ik draag ze altijd in mijn broek. Want dat vind ik gewoon altijd het mooiste. Maar dit is dan hoe die er gewoon zo normaal uitziet. Dan heb ik hier dit topje. Dit lijkt heel veel op wat ik nou ook aan heb. Het is bijna identiek. Alleen dan gewoon in een andere kleur. Dit ziet er ook echt prachtig uit. Zo nude ook. Deze heb ik weer in maat M. Ook weer ideaal voor deze zomerse dagen met een leuke rok. Of ook weer gewoon een broekje. Een jeans broekje. Gewoon kort of zo. I don't know. Ik weet nog niet met wat ik dit ga matchen. Maar het ziet er in ieder geval echt prachtig uit. I love it. Oké, jongens. Dit topje is echt amazing. Ik vind hem echt super, super mooi. Kijk hoe cute het is. Dit hier is ook zo lekker fluffy.
I love it. Ook heel leuk zo met de broek die ik nou aan heb. Of met een korte rok of een kort broekje ook. Ook dit is weer zoiets wat je echt met heel veel dingen kunt matchen. Ik vind het echt zo ontzettend leuk. Oh my god. Het past ook echt gewoon helemaal goed. De maat is echt gewoon perfect. Ik ben even vergeten of dit maat M is of one size. Maar het zit in ieder geval gewoon echt heel erg goed. Ik vind het echt heel, heel erg leuk. Het materiaal voelt er gewoon heel fijn aan. Ik vind de kleur ook mooi. Zo mooi nude. Echt een van mijn fave kledingstukken van Chiquelle ever. En dan als laatste heb ik hier deze okergele one shoulder jurk. Ik hou van okergeel. Okergeel is een van de weinige kleuren die ik mij vind staan. Het is gewoon een mini dress. Ik ben heel benieuwd of hij gaat passen. Deze heb ik ook in maat M volgens mij. Oh nee, hij is gewoon one size. Dus one size fits all. Hij is zo off shoulder. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Ook weer lekker stretchy. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat staan. Ik denk dat het nou echt prachtig gaat staan met mijn mooie gebruinde huidskleur van Spanje. Dus heel erg mooi. Daarom heb ik deze ook besteld. Echt een super cute jurkje. Ik vind ook de kleur echt heel mooi. I love it. En dat was het. Dat waren alle kledingstukken die ik heb ontvangen van Chiquelle. Dan ga ik verder met dit pakketje. Volgens mij heb ik dit zelf besteld. Nee, dit heb ik niet zelf besteld. Dit is een PR pakketje die ik heb gekregen. Maar ik mocht wel zelf de make-up uitkiezen. Dus ik weet al wel wat hierin zit. Dit pakketje komt van Lyko. Is een Nederlandse website waar ze allemaal hele leuke make-up producten en zo verkopen. En ik heb bij hun twee producten van Urban Decay besteld. Ik heb ook een 20% kortingscode voor jullie voor op die website. Die komt hier in beeld en staat ook beneden in de beschrijving. En dit zijn de twee Urban Decay producten die ik heb besteld. Ik heb de Stay Naked Foundation besteld. De kleur was echt een gok. Dus ik hoop gewoon echt dat die gaat matchen. Ik heb de kleur 50WY. Even openmaken. Oh, dit ziet er wel goed uit hoor. Ik denk dat die wel gaat matchen. Ja, ik denk dat deze kleur wel gaat matchen. Ik ben echt super benieuwd naar deze foundation. En ik heb bij hun het nieuwe Naked Urban Decay Wild West paletje besteld. Die leek mij ook echt heel erg leuk. Die zal ik ook eventjes laten zien. Dit is hoe die eruit ziet. Echt prachtig. Kijk even die prachtige kleurrijke slangenachtige huid op de achtergrond. Heel erg mooi. En dit zijn dan alle kleurtjes. Het ziet er echt heel mooi uit. Ik ben heel benieuwd naar de kwaliteit van dit paletje. De Naked paletjes van Urban Decay zijn een beetje hits en misses. Af en toe is het heel goed, maar af en toe ook heel slecht. Dus ik hoop dat dit paletje heel goed gaat zijn. Het is een nieuw paletje, de Wild West palette. Maar ik moet zeggen, ik heb dit paletje niet echt heel veel gezien online ofzo. Dus het is echt gewoon een beetje voorbij geglipt ofzo. Maar deze ga ik zeker gebruiken binnenkort. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dus dit zijn de twee producten die ik heb besteld bij Lyko. Of Lyko, ik weet helemaal niet hoe je het uitspreekt. En als je mijn 20% kortingscode gebruikt, dan heb je dus 20% eraf op de hele website. Dus ik zou zeggen, ga snel naar de website en misschien vind je een aantal leuke producten. Oké, jongens, ik heb dus net een pakketje opengemaakt. Zie ik toch dat mijn camera niet aanstaat? Oké, ik heb dus net één pakketje opengemaakt van Happy Life PR. Happy Life PR is een PR-bureau die me altijd Essence en Catrice sturen. En ze hebben mij een pakketje gestuurd van Essence. En het zijn letterlijk alle Essence Shine Lip Glosses. Kijk even dit. Oh my god. Ik hou van deze glosjes. Ik heb er echt al een heleboel. En ik denk dat dit gewoon echt letterlijk de hele collectie is, jongens. Kijk even dit. Zoveel kleurtjes. I love it. Dus hier ben ik zo blij mee. Vooral deze doorzichtige is echt fantastisch. Die heb ik ook. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Ik ben hier heel erg blij mee. Super bedankt hiervoor. Deze glosjes gaan zeker te beter worden gebruikt. Dan heb ik hier nog een pakketje ook van Mooi PR. Dus ik heb ook weer geen idee wat hierin zit. Oeh, ik zie Clinique staan. Dit is dus iets van Clinique. Heel benieuwd hiernaar. Beste Sarah, leuk dat je enige tijd geleden het Clinique Virtual Event hebt bijgewoond bij deze, zoals beloofd, jouw perfecte kleurmatch. Ik heb dus een Zoom meeting event gehad met Clinique en dat ging over hun nieuwe foundation. Jongens, het is hier echt warm. En ze zouden dus mij die opsturen en die hebben ze dus nou opgestuurd. Dit is de nieuwe Clinique Foundation, dus ik ben daar heel benieuwd naar. Oh my god. Oh, ik heb nog meegekregen. Oh. Oké, dit is dus de foundation. Als het goed is, was mijn perfecte match WN38. Ja, ik denk dat deze wel gaat matchen. Ik ben nou een beetje donker, maar deze gaat denk ik wel matchen. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. En ik heb van hun ook de concealer gehad. De Clinique Even Better All Over Concealer. Deze heb ik gekregen in de kleur WN38.
Ik wist helemaal niet dat ik nog allemaal extra producten zou krijgen. Ja, ik denk dat dit ook wel een goede match gaat zijn. Dus hier ben ik ook heel benieuwd naar. En ik heb hier een Clinique Moisturizer. En hier heb ik een grote pot met cleansing balm. Oh my god, deze Clinique cleansing balm is zo ontzettend goed. Oh my god, ik ben zo blij dat ik deze heb gekregen. Ik ben hier echt zo enthousiast aan het doen. Dit is zo een fijne cleansing balm om je gezicht mee schoon te maken. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Super bedankt voor al deze producten. Ik heb hier een pakketje van de Beauty Editor. Dit is een pakketje die ik gewoon heb besteld. Hier is Huda Beauty te koop. En ik heb bij hun dus de Glowish Foundation besteld. Oh, ik krijg deze pakketjes echt nooit open, jongens. Oh my god. Yay, hier is de Huda Beauty Glowish Multi-Dew Skin Tint. Ik heb hem in de kleur 05 Medium. Was ook weer gewoon een grote gok. Even openmaken en bekijken. Ik ga denk ik een hele aparte video maken over de Glowish lijn. Oeh, deze kleur ziet er wel een beetje grijzig uit. Oké, jongens, dit ging niet helemaal goed. Al die boxen hier vielen gewoon om. Oh my god. Maar goed, ik heb alles weer rechtgezet. We gaan verder met de orde van de dag. En dat is deze Glowish Skin Tint. Ik vind hem er een heel klein beetje grijzig uitzien. Ligt aan mij of is hij een beetje grijzig? Nou ja, we will see. Ik ga gewoon de hele Glowish lijn testen in een video. Dus de bronzer en deze skin tint. Ik ga stuk. Mijn hele achtergrond ging er gewoon vandoor. Dan heb ik hier nog een PR pakketje van Clarins. Oeh, ik word helemaal gek van al deze pakketten die gewoon niet open gaan. Clarins. Lieve Sarah, geniet van onze heerlijke producten. Oeh, wat hebben we allemaal gekregen, jongens? Oh, dit valt er gewoon zo onderuit. Dit is de Clarins Hydra Multi Protection Mist. Dit is dus een gezichtsmist die hydrateert. Is dit dan een soort van fixing spray? Ja, het is gewoon echt een spray die je gezicht gewoon door de dag heen hydrateert. Je kunt hem gewoon de hele dag aanbrengen hoe jij ook maar wilt. Deze gaat zeker worden gebruikt, want hydratatie hebben we altijd nodig. Oh my god, alles hier valt. Ik heb hier de Clarins SPF. Woe, I need SPF. Mijn SPF is opgegaan in Spanje, want die heb ik daar lekker veel gebruikt. Dus ik moest weer een SPF hebben. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Kijk ook even hoe cute deze verpakking is met zo dit rondje zo. Deze ronde dop. Deze gaat echt gelijk hier bij mijn stash. En dan heb ik hier iets wat helemaal zo is ingepakt als een cadeautje. Heel benieuwd wat dit dan is. De rest was niet zo ingepakt. Eye Lift, Eye Concentrate. Volgens mij is dit een oogcreme. Ik hou niet van oogcremes. Ik gebruik geen oogcremes. Dit is echt iets van een oogcreme of zo. De verpakking is wel echt prachtig. Dat rood zo is echt heel erg mooi. Maar ik gebruik niet echt oogcremes. Alles wat ik niet gebruik gaat gewoon automatisch in de winactie la voor als er weer een winactie aankomt. Oké, en dat was het dan. Dat waren alle Clarins producten die ik heb gekregen. Jennifer, super bedankt weer voor al deze producten. Ik ga ze zeker gebruiken. Next up is hier een heel groot pakketje van SoPR. En er staat SoPR X Tan Revival. Dus dit heeft iets te maken met tanning. Tan merk of zo. Ik ben benieuwd. Dit is ook weer gewoon een PR pakketje. Oeh, dit is het pakketje wat erin zit. Ten Revel, I don't know. En dit is dan wat erin zit. Ik ga er inderdaad echt van uit dat het is om te zelf tannen, wat ik dus altijd doe. Je hebt dus dit. Dit is volgens mij een haarband of zo. I'm not sure. Ja, dit is zo'n haarband die je zo om kunt doen. Zo. Ik heb hier de Ten Revel Liquid Luxury. Ik denk dat dit gewoon een liquid zelfbruiner is. En dan heb ik hier dit doosje. En hier zit ook dit in. Ik weet allemaal eventjes niet precies wat dit is. Maar het heeft gewoon allemaal te maken met jezelf bruinen en zo. Dus ik ga eventjes nog hier achteraan om te zien wat dit allemaal is. En hoe ik dit het beste kan gebruiken. En dan zullen jullie zeker wat content zien online. Ik denk op Instagram waarin ik deze producten gebruik. Dus ook weer hierna ben ik heel erg benieuwd. Thank you very much. Next up is een pakketje van Clay & Glow. Ook dit is een PR pakketje. Ik denk dat hier iets nieuws in zit van hun. Want volgens mij zijn hun allemaal uitgekomen met nieuwe producten. Oké, dit is dan hoe het pakketje eruit ziet. Ja, dit is hun nieuwe vitamine C serum. Oeh, ik hou van Clay & Glow. Clay & Glow is echt een van de fijnste Nederlandse skincare merken in dit land. Ik hou echt van hun scrub en alles. Lieve Sarah, hier bij ons nieuwe product, het vitamine C serum. We zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Dit ziet er ook weer heel mooi uit. Hun verpakkingen zijn ook altijd heel mooi. Er zit niacinamide in of zoiets. Hyaluronic acid, vitamine C, B3 en B5. En het is vegan en cruelty free.
En dit is dan het serum. Kijk even hoe mooi. Dit is echt het mooiste flesje ever. Ik hou zo van het ombre effect van zo paars naar wit zo. Heel erg mooi. Deze ga ik zeker gebruiken. Dankjewel hiervoor. Dan heb ik hier een heel groot pakketje van Ona Agency. Ook dat is weer een PR-bureau. En hun sturen mij altijd alles van Morphe. Dus ik ben benieuwd welke Morphe collectie hierin zit. Ja jongens, ik zie gelijk. Dit is Morphe. Hey babe, hierbij de prachtige Morphe X Ariel collectie. Veel plezier ermee. Morphe X Ariel. Volgens mij heeft hij een kwastencollectie uitgebracht bij hun. Oké, ik heb dus hier de hele kwastencollectie. Oeh. Ariel is een make-up artist. Ik zal hem eventjes hier in beeld brengen. Dan weet je wie het is. En hij heeft dus deze collectie uitgebracht met Morphe. Met allemaal van die kwasten. Kijk even hoe mooi al deze kwasten eruit zien. En ook deze spons is echt heel erg mooi. Dit is de ogenkwastenset volgens mij. En dan is dit de gezichtset of zo. En de spons ook. De verpakkingen zijn allemaal echt heel mooi. Heel mooi nude zo. Wauw, deze kwasten zien er echt prachtig uit. Ik ga ook even deze grote openen. Nou ben ik daar ook wel heel benieuwd naar. Oeh, kijk dit. Oh, dit is echt heel erg mooi. Ook zo'n spons. Ik ben ook heel benieuwd naar de spons. Hij voelt heel erg zacht aan. Dat is al toppie. Dit ziet er allemaal echt prachtig uit. Oh, ze voelen echt heel zacht aan. I love it. Hele mooie kwasten dit. Deze ga ik zeker ook gebruiken. Dit vind ik ook echt een hele mooie aparte kwast. Dus zulke kwasten zijn er niet heel vaak in collecties. Echt heel erg mooi. Super bedankt hiervoor. En dan heb ik hier de laatste box. Die is van Kruidvat. Deze box is echt super groot. Oké, oh my god. Deze box is zo groot. Ik ontvang zo'n box van de Kruidvat iedere maand. En dit is de EK-box. Het heeft allemaal te maken met het EK, want het voetbal-EK gaat beginnen. Oeh, ik heb hier deze hele grote soort van strandtas. Deze was echt ideaal geweest voor Spanje. Jammer dat ik hem niet daarvoor al heb geopend. Heel mooi, zo dat bruine met dat groene. Ik wil eventjes de box optillen om jullie te laten zien wat hier allemaal in zit. Kijk even dit. Oh my god. Het is zoveel. Je hebt allemaal zo van die accessoires voor het EK. Ik ga een stuk. Ik heb niet echt iets met het EK. Ik heb niet echt iets met voetbal. Maar als je dat wel hebt, dan heeft de Kruidvat een heleboel leuke accessoires voor jou. Zoals je kunt zien. Het matcht ook heel mooi met mijn oranje achtergrond. Dit is echt de meest hilarische bril ever. Oké, wat hebben we nog meer? Een Kruidvat kwastenkit of zoiets. Make-up accessoires set, heel erg leuk. Ik heb hier een Kruidvat haar accessoires set, ook heel erg leuk. Ik heb hier twee nagellakjes, zien er ook echt heel mooi uit. Ik heb oorbellen volgens mij. Ja, dit zijn oorbellen. Ja, kijk, dit zijn oorbellen, heel erg leuk. Ik heb hier Shea Butter Body Lotion, ook van de Kruidvat. Oeh, het ruikt echt heel lekker, love it. En dan heb ik hier shampoo, Kruidvat shampoo. Ik heb hier SPF 30. Van de Kruidvat ook weer heel erg blij mee. Die is dan voor het lichaam. Gaat ook zeker te weten worden gebruikt in deze zonnige dagen. Van Kruidvat heb ik hier een Cucumber en Aloe Vera masker. Volgens mij. Volgens mij is dit gewoon een gezichtsmaskertje. Ik hou van gezichtsmaskers, dus hier ben ik ook blij mee. Ik heb hier pleisters. Altijd handig om te hebben. Ik heb hier haarolie. Moroccan Argan Oil. Is ook altijd fijn voor je haar. Ik heb hier de Kruidvat Leave-In Cream. Shampoo of zo. Is dit een soort van leave-in shampoo of zo? I'm not sure. Ja, je moet het na het wassen op je haar aanbrengen en niet uitspoelen. Dit is gewoon om je haar wat meer zacht te maken. Ik heb hier een body oil, ook van Kruidvat huismerk Vanilla. Dit ziet er wel echt heel mooi uit, jongens. Ik heb hier een cadeaubon. 25 euro cadeaubon. Deze ga ik zeker twee te gebruiken. Ik heb hier een manicure set voor je nagels. Ook super, super handig. Oeh, nog meer sieraden. Ik heb hier een ketting. Ik hou altijd van sieraden. Ik heb echt super veel sieraden. Ik heb hier een heleboel nagellakjes. Helaas gebruik die allemaal niet, want ik heb acryl nagels. Maar ze gaan wel allemaal in de winactie. En dan hoop ik iemand van jullie hiermee blij te maken. Ik heb hier een haarmasker om je haar te voeden. Van Kruidvat heb ik hier ook een lipbalmpje. Nog meer oorbellen, ook heel erg blij mee. Hier iets voor in de douche om je lichaam mee te wassen. Heel deze collectie ruikt echt heerlijk. Dat vind ik zo fijn. En als laatste van Catrice. Dit oogschaduwpaletje. Ook heel erg mooi. En dat was het. Dat was alles wat in de box zit. Nou jongens, dit was het dan. Dit waren alle pakketjes die ik heb ontvangen in de week dat ik weg was naar Spanje. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Net zoveel als dat ik ervan heb genoten om dit allemaal te unboxen. Jullie gaan een heleboel producten ook zeker terugzien in video's. Want ik heb al een aantal leuke video-ideeën met deze producten. Alles wat ik niet gebruik, ga
gaat in de winactie die er ook weer aankomt. Maar die komt echt nog lang niet, want ik heb nog pas een winactie gehouden. En ja, dat was het dan weer. Als jullie nog meer van dit soort video's willen zien, let me know beneden in de reacties. En dan zal ik nog meer unboxing video's maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!